deze Sabbatbeschouwing. Die ga ik verdoen. Want ik mag niet werken. Dus ja. Ja, alles wat ik nu zeg, dat was niet in mijn contracturen. Ja, voor Jordan B. Peterson. Ik heb medelijden met die man. En zijn dochter. En zijn vrouw. Ik heb ook medelijden met buitenlandse mensen hier in Arnhem die koeterwaas lopen brullen op hun mobieltje. Ja, ik heb met iedereen medelijden. Dus ook met Jordan B. Peterson. Die denkt dat er een antwoord is in logica. Een soort van levensregels. Want als je het zo doet, dan, als je het niet zo doet, dat zegt hij dan, hè. Als je het niet zo doet, dan moet je niet zeuren. Ga het eerst maar eens zo doen. Het is een materialist, hè, Jordan Peterson. Hij is een mens en die gelooft dat je eerst, had je dus wat wij niet kunnen benoemen, hè? Het onbenoembare. Daarna kreeg je het benoembare, waaronder niezen, lachen, giechelen, janken, seks hebben met de buurvrouw en andere dingen. Dat vindt hij vanzelfsprekend. Dat betekent dat hij geestesziek is. Dat is gewoon zielig. Dat is niet erg. Iedereen is zielig. Jordan, ik ben, behalve ik. Is dat heel gek vinden als je mij zielig noemt. Maar dat is mijn mentaliteit. Ik ken ook een hele hoop negers en die vinden ook dat ze helemaal niet zielig zijn. Want ze zijn blij. En ze zijn ook nog blij als ze mij een keer zien. En dan ben ik dus blij dat ik die neger zie. Want ja, ik ben echt een racist hoor. Ik zie duidelijk het verschil tussen een neger en zo'n stomme spruitenvreter. Ja, ik hou het liefste van wat ik erg lekker vind. Dat is dan macaroni al dente. En dan met bloemkoolsaus. Ja, het is heel erg, ook in het kader van Jordan B. Peterson, dat ik het toegeef. Dat ik daadwerkelijk vind dat je een reden hebt om blij te mogen zijn met het begrip neger. Dan een keertje positief denken over die lui. Met tamarinde saus. Je kan bijna zeggen dat als Mohammed had geweten wat die Indonesiërs van een varken kunnen maken, en dan had Mohammed saté zitten vreten hoor. Omdat hij dacht, hoe kan het nou? Oh, dat was best lekker. Dat ze allemaal dat was een varken. Ja, die was eerst te grazen genomen door de Indonesiërs. En dat ras kan daar wel wat van bakken. Wij niet. Wij kunnen van een varken. Wat kunnen we daarmee? Maar die Indo's, het lijkt net geitenvlees. Of iets anders. Ja. Als je maar genoeg kruiden in stopt, dan smaakt het allemaal hetzelfde. Ik ben bij de Indo geweest en ik heb geit gegeten. En ik denk van ja, dat is ook lekker. Geit, varken, maakt niet uit. Oerwoud vreten of zo. Ik heb nooit echt koe gegeten bij de Indonesiër, volgens mij. Bedenk ik nou. Maar het zou natuurlijk wel kunnen. Hij, Jordan Peterson, die beschouwt het leven als een truc. Hij vertrouwt op materie.
Want het zit nu een keer zo in elkaar en op een of andere manier moet het dus kunnen werken. Dat is een materieel geloof, is dat. En ik snap niet waar hij dat op baseert. Waarom moet materie kunnen werken? Hoezo? Omdat Jordan Peterson anders niet gelukkig is? Dat hij een soort crybaby is? Want materie moet kunnen werken. En sinds wanneer? Neem mij. Hè? Ik wil werken. De vraag is of ik werk. Nou, ik wil werken. En dan nog steeds is de vraag of ik werk. En materie zou moeten kunnen werken. Nou, dat lichaam van mij, dat wil helemaal niet werken. Dat lichaam van mij, dat wil helemaal zijn woning niet opruimen. Dat lichaam van mij, dat wil lekker liggen in het bed. En leuke dingen doen. Naar de Albert Heijn gaan. En bier halen. Kom je onder de mensen. Ik liep, dat was gisteren. Ik liep terug van de Willemsplein naar mijn flat. En dan zie ik toch dat schattige dingetje van de Albert Heijn met een mondkapje op straat. En ik had ook mijn mondkapje om, want dat, tegen de kou was het nogal koud, dus ik had ook een mondkapje om. Maar dat was niet omdat ik bang ben of zo, maar ik denk, nou, ik heb er in de bus als in zitten niezen. Dat geeft wel een lekker eigen gevoel, snap je? Je hebt echt je neus erin gesnoten en zo, en lekker warm om de mond. Nou, je bent er een ander aan gewend, hè? Ik had ook een mondkapje op en was een gat van zak is koud, man. En dan zie ik haar lopen. En dan denk ik, hallo. En zij kijkt naar mij. En zij is echt... Oh, mijn hart smelt, hè. Hij zei, zo'n broek met wijde pijpen. En ik weet waarom. Daar zit een stevig onderstel onder. Niet obese of zo, ja, man, niet gewoon een mollig meisje, ja, een mollige meid, met leuke ogen en een mooie haartjes, niet te dik, niet te dun, ja, als je van die vrouw hebt van die dunne haren, ja, mijn haren zijn dun en dan moet ze naar de kapper en dat mislukt dan altijd, en als je vrouwen hebt met te dikke haren, die hebben ook altijd, ja, het staat alle kanten op, en, maar zij is precies zo, dat je denkt, je hebt geen last van de haren van die vrouw. Gewoon netjes, dit maar net een mooi hartje. En van die lieve oogjes. En zo dienend. Wat die autisten niet hebben, hè, heeft zij wel. Zij kijkt je in de ogen. En dan is er lachen erbij. Hallo. Ja, jij bent de klant van mijn baas, ja. En al die regels tot leven van Jordan Peterson. En waarom? Is het leven zo leuk dan? En Jordan Peterson die zit zelf op een vleesdieet. Die kan alleen maar vlees eten. Dat vind ik zo'n gezeur. Dat vind ik echt nergens op slaan. Je kan toch wat tomatenpuree door je... Ja, kom op. Een linzensoep met varkensbuik. Spek. Dat krijgt iedereen weg. Nee, meneer kan alleen maar rood vlees eten.
En zijn huis is natuurlijk helemaal opgeruimd. Wanneer, ja, want het is wat je moet doen, is je huis opruimen. Ja. Maar hoe zit het met die gekheid in je kop? Materie kan huilen. Materie kan helemaal niet huilen. Maar mensen wel. Om een of andere reden kunnen ijsbergen niet huilen. En ijsberen die zijn ook nog nooit betrapt op een huilbui. Apen in de regel, nou, daar weet ik ook niks van. Apen kunnen ook niet huilen, muggen kunnen niet huilen. Nee, maar mensen wel. Ja, dat is van de materie, snap je? Dat zo hoort de materie te zijn dat de mensen kunnen huilen. Nee, ik vind het een hele slechte manier van denken. En die man die geeft dan heel veel controverse. En ik vraag me af waarom. Maar wat hij zegt is waar. Je moet je woning opgeruimd houden, want je woning is een reflectie van je geest. Het heeft alleen geen zin om je woning opgeruimder te maken dan je geest is. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Want dan ga je denken, met mijn geest is het goed, want mijn woning is opgeruimd. En dat slaat ook nergens op. Dus voor al die mensen die om zich in een woning zitten en om zich heen kijken en denken, jeetje, wat een puinhoop is het hier. En bij de gedachte aan opruimen word je helemaal, daar heb ik geen zin in. Nou, weet je wat? Gewoon niet doen. Ik ben er wel voor, hoor, dat je opruimt. Maar onder opruimen versta ik punt 1, het weggooien van die zooi die je toch niet gebruikt. Of geef het weg. Of... Heb je 2 schroevendraaiers met dezelfde maat? Ja, dan heb je eentje te veel. Ik ken een vrouw en die zei heel trots, ik heb 2 Makita boormachines. Makita, dat is voor de bouwvakker. Die bouwmeister. En zij had er 2. Ja, wat moet je met 2 boormachines? Stereo boren? Je hebt een Makita. Die kan 3000 uur boren. Door regen en wind. Ja, tenzij je dat ding van de 13e verdieping afflikkert, maar dan gaat hij niet kapot ook nog. Dat is een boormachine van €500 of zo. En dan 2. En dat mis ik dus ook bij Jordan Peterson. Er zit helemaal geen humor in. Ja, maar ze serieus. Ja, ik kan alleen maar in leven blijven met rood vlees. En dan staat er op het internet dat zijn dochter een alleenstaande moeder is. En dat spreekt hij niet tegen. En Jordan Peterson is naar Moskou gegaan om zijn lichaam te laten behandelen. Want anders zou hij doodgaan. Maar waaraan? Een of andere magische ziekte. En waarom heb ik niet een magische ziekte? En hij wel. En waarom heb ik helemaal geen geld om naar Moskou te vliegen? Om mij te laten behandelen voor een magische ziekte? En dan moet ik daarna alleen maar biefstuk eten. En dat is, wel hard. Het is wel moeilijk, hoor. Dus, opstaan met biefstuk. Bij de lunch heb je biefstuk. En het avondeten biefstuk. En mijn dochter, die heeft zich zwanger laten spuiten door een kerel. En daar had ze niks aan, vond ze, achteraf. En dat kan altijd. En dan heb je weer een moederskindje. En ik ben Jordan B. Peterson. En ik wil even zeggen dat negers, dat die moeten niet echt doen zeuren. Ze moeten echt toe doen. Ja, wat dacht je van Jordan Peterson?
Die moet er ook toe doen. En wat is de boodschap nou? Je vindt het heel giftig wat hij doet. Verwarmd. En niet verwarmend. Het is verwarrend, maar niet verwarmend. En dat zou het moeten zijn. Als hij een ander zou willen troosten. Hij zou moeten vertellen, jongens, het komt allemaal goed. Laat de negers lekker de negers zijn. De spleetogen, de spleetogen. De bruinogen, de bruinogen. De bonenvreters, de bonenvreters. En de spaghettivreters, die mogen ook meedoen. Want dat soort uiterlijke kenmerken doen er helemaal niet toe. Dat zou hij moeten zeggen. Gewoon wees een beetje happy. En niet zo serieus. Want alles komt goed. En de reden dat alles goed komt is dat alles goed gekomen is. Want jij bent geboren. Tenminste, in mijn geval ben ik geboren. Maar in jouw geval ben jij geboren. Dus alles is goed gekomen. Ja? Daar gaan we vanuit. Dat is uitgangspunt nummer 1. Dus het kwam altijd goed. En waarom zou het nu fout gaan? Behalve dat de meeste mensen, ja, die gaan naar de hel. En dat ze, daarvan wordt dan gezegd, dat is niet leuk. Oké, dat kan. De meeste mensen eindigen klagend en met tanden geknarsen. En dan was dat eeuwige, nou, ik vond het leven helemaal niks. Ik mocht niet eens granen eten. Of linzen. Ik heb het heel gemist, man. Ik wou dat ik... net als Perry, hè, want Perry die eet dus ook vlees. En, ik heb vandaag weer een belachelijk hoeveelheid gekocht. Ja, dat maakt niet uit, maar er zitten ook aardappels bij. En dan mag Jordan Pietersen niet in. Nee, hij mag geen aardappels. Dus wat ik ga maken... Hè, ik heb zo'n Dutch oven. Een Hollandse oven. Een gietijzeren pan uit Frankrijk. Van €230. Ja. Cadeau gekregen. Ja, verschrikkelijk. Nou, daar gaan die uien gaan erin. De knoflook gaat erin. Er gaat een ontzettende knetter aan. Kerrymeuken. En dan gaat dat rundvlees dat gaat erin. En dan ga ik heel heten. En dan vuur omhoog, vuur omlaag. En de olie erbij. En dan we curry maken. En dan die tomaten erin. En die aardappels erin. En ik heb nog zo'n van de Action, heb ik zo'n voorraadpot met, gekocht. Van €80 of zo. Dan doe ik die rijst in. En die rijst die koop ik bij de Albert Heijn. En die is precies goed. Qua verhouding van rijst tot kwaliteit. En een lekker weinig geld. Gewoon goedkoop rijst, maar geen smerig rijst. Je hoeft niet te wassen. Ah, een lekkere bak rijst erbij. En dan zo'n curry zo heet. Dat je smakt naar die rijst. Dan krijg je een rijstbuik van. Maar dat kan je niet hebben. Dus ja, dat is de jammer, hè? Ian Jury, die had polio gehad. Nou, die was een stuk grappiger. Wake up and make love to me. Hit me with your rhythm stick. Kijk, daar luister je liever naar dan naar dat logische gezeur van Jordan Peterson.
met zijn opgeruimde woning en zijn mooie pakken en schoenen die te veel lijken op de schoenen van Hugo de Jonge. Laten we het daarover hebben, over schoeisel. Ik heb in 2006 heb ik een paar Duitse schoenen aangeschaft. En die draag ik nog steeds. Dat kost iets van €90 tegenwoordig in de 8 jaar. 7 jaar en dan zijn de onderkant is dan versleten. En dan huppakee en dan smijk je er weer €90 tegenaan. En dat is schoeisel. En Jordan Peterson, die heeft gymschoentjes aan. Dat snap ik niet. Dat begrijp ik niet, hè? Ben je nog steeds een klein kind? Weet je wat de kleur is van een schoen? Ja, geef antwoord. Wit? Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon zwart. Dat soort eenvoudige dingen zegt Jordan Peterson niet. En daarom vind ik hem achterlijk. Achtergebleven. Zoals Pim Fortuyn zei over die andere vent die van het Koningshuis, hoe heet die gozer nou? Oh, zijn naam schiet, hij is ook vermoord. Pim Fortuyn ook natuurlijk. Ze waren allebei vermoord. En ze hebben allebei gezegd dat er iets bestond en het heet achterlijk. Huh? Achtergebleven. Nou, dat bestaat ook. Je hebt hele snelle mensen. Die ken ik niet, maar die heb je dus ook. En je hebt van die achterlijke. Ja, Jordan Peterson is een achterlijke. Die gelooft in materie. En ik geloof er helemaal niet in. Ik geloof in magie. In de zin dat je denkt dat er is een grote tovenaar. Ik heb mensen zien spelen met magie. Nou, dat moet je vooral doen. Ik was de enige die achteraf iedereen was overstuur. En ik uitleggen van ja, wat is er niks aan de hand. Want magie werkt. Hè. Daar zou Jordan Peterson het over moeten hebben. Wat een gezeur waar Jordan Peterson mee beroemd is geworden, is dat op de universiteit werd er dan verkondigd dat als iemand een penis had, of nee, dat je niet zou kijken naar het lichaam om te weten of het ging om een man of een vrouw, maar dat je dat eerst moest vragen. Bent u man of vrouw? En dan zegt iemand, ik ben vrouw, en dan moet je dat onthouden. Dat je niet zo simpel bent dat je denkt, oh, dit is een mannetje, hè? Brede schouder, smalle heupen, het middel. Iedereen heeft een waist, een taille. Hè? Nou, je taille, maat, dat is ook belangrijk. En, maar waar hangt die? Hangt die boven je navel, dan ben je een vrouwtje. Ja, dan heb je XX, gewoon zo. Nou, en iedereen kan het zo zien. Ik zie het ook bij de bus, als de buschauffeur, dan komt de bus komt aanrijden. En dan kijk ik altijd of het een mannetje of een vrouwtje is. Want het rijdt toch anders. Ik heb liever een man achter het stuur van een bus.
Nou, bijna 2 jaar met de bus. Niet dat alle mannen zo goed kunnen sturen. Er zitten ook eikels tussen, maar. Maar de meeste mannen. En sommige vrouwen ook, hoor. Ze hebben 80% van de mannen, dat zijn lekkere buschauffeurs, en 20% van de vrouwen. En dan kan je ook nog over hebben dat die 20% van de mannen die geen goede buschauffeur zijn, dat die vervelender zijn dan die 80% van de vrouwen. Dan heb je er weer een beetje yin-yang. Dus, snap je? Van mij mogen vrouwen lekker in de bus gaan zitten, maar niet met zo'n stijve anus. En mannen hebben meer zoiets van, hallo. Ik ben vandaag de buschauffeur. En wat kom jij hier doen? Ik heb ze laat. Sorry, maar Jordan Peterson heeft het er niet over. Hè? Kijk, je kan ook lachen. Ja, gewoon lachen. Ik ga. Ze is op het beschug. Ik heb verzonnen dat ik een ICT-bedrijf, lalala, een goedkoop pand. Het was daadwerkelijk goedkoop. En heel mooi, een villa, de helft van een villa. In Oosterbeek. En daar kon ik naartoe met de fiets. Maar dan moet je de bult op. Dat deed ik ook. Dat heb ik ook gedaan. Maar niet altijd. En de bus, dat was in die dagen, was in de strippenkaartdagen. Dus dat was geen enkel probleem. Je had zo'n stuk karton en een kardonk. En dan ging je in de bus zitten. En de buschauffeur die moest onthouden uit zijn hoofd hoeveel strippen iedereen had. Van, hey, je hebt maar 3 strippen, je moet eruit. Weet je? Dat systeem hadden ze moeten verbeteren. Hebben ze niet gedaan. Ze hebben er bliep bliep van gemaakt. Maakt er ook helemaal geen donder uit. Het gaat erom dat je blijft lachen. Iets waar Jordan Peterson geen last van heeft. Hè? Ja, dan zit ik in de bus. En dan met mijn kop vol mijn stress. Want je bent ook gek in je achterhoofd. Als je met dat soort idioten waar ik mee heb gekozen om te gaan samenwerken. En dan van multinationale ondernemingen vanuit Oosterbeek. Oh. Ja, en ik zit bij die gozer in die bussen. En gelijk als heel lachen. Hallo, nee, ga er lekker zitten. Nee, we gaan rijden. Ben je er helemaal klaar voor? En dan was het een vent uit Indonesië. Iemand waarvan je snel zou zeggen, die is knettergek. Helemaal mijn type. Ik ben opgegroeid vanaf mijn derde jaar, bijna vier of zo, met een Indonesisch halfbloed buurmeisje. Een pindasaus heb ik daar mee. Dus ik ga helemaal lekker zitten. En toen kwamen we aan bij het gemeentehuisplein. En dan moest ik eruit. En ik ging vooruit. Ja, ik moest nog doorlopen naar die villa waar al die mopperende collega's zaten. En toen was ik bijna uitgestapt. En toen riep hij naar mij. Nog even. Als ze geen koffie hebben, dan kom je weer terug. Kijk. Waarop ik tegen hem riep, dat is een goede afspraak. Tot zo. Oh, 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 oh. Kijk, maar daar gaat het erom. Wat is het altijd een gezeik? Mijn oma van de pont. Zo noemde ik haar. Ik woonde in Amsterdam-Zuid, Amstelveen, boven Kerk. Het is het zuiden van Amsterdam. En mijn grootvader is geboren in Amsterdam-Noord. Die heeft gewerkt voor Fokker zijn hele leven. En Fokker die kreeg een nieuw. Fokker is kapot gebombardeerd. Dat heeft mijn grootvader van mijn vaders kant allemaal meegemaakt. En toen kwamen die Fokkerfabrieken in die polder. Ja, dat weet je, Schiphol. Schiphol, dat was vroeger een watergebied. En dat
heette De Hel van de Schepen. Daar gingen de schepen weg. Daar moest je niet zijn. De Hel voor de Schepen. Schiphol. Maar dat is allemaal droog gemalen. Eerst met windenergie en daarna met aardolie. En pompen ze dat water eruit. En dan hou je het droog. En nou landen daar de vliegtuigen. Ja, en daar woonde mijn opa dan. Weggebombardeerd. Maar dan wel weer dichter bij zijn werk. De oude fabrieken in Noord waren kapot gebombardeerd. En de nieuwe fabrieken die stonden bij Schiphol. Met een scheepshaal. Nou, daar werkte hij. En veel geld verdiend. En heel zuinig was hij. Heel zuinig. En dan mooie dingen. Ja, hij had een radio van Philips. Want daar hield hij van. Hè? Want die, zeker bij zijn pensioen. Als hij met pensioen, dan 's morgens, hop, de radio aan. En dat was zijn achtergrondmuziek. Een mooie grote boxen van Philips. Goed opgehangen, mooi stereo. Nee, een draaiknop, je kon ook andere zenders kiezen. Uit een vijver. Dat zou iedereen moeten doen. Echt iedereen. Een vijver. Al is het maar een kleintje. Of een moeras. Even Jordan Peterson, hè, met Clean Up Your Life. Hè? Een vijver. Heb je een tuin? Maak een vijver. Wat ben je nou voor een sukkel? Dat kan je toch wel? Nou, een vijver moet je water geven. Tenzij je bij een beek woont. Ha, 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 ha. Nee, er moet water in. Maar planten moet je ook water geven. En zelf loop je iedere dag te douchen. En weet je hoe slecht dat is voor je huid. Ik douche... niet met... niet. Nee. Ik ben wel fris. Mijn kleren zijn fris. Dus elke dag schone kleren. Dan hou je jezelf fris. En je haren knippen. Dat gaat allemaal stinken. Maar van lange haren heb ik toch geen last. En was ik een vrouw geweest, dan, ja. Ik denk toch met kort haar. Denk ik. Niet dat je er mooi uitziet. Je mooiheid als mens bestaat uit jouw medelijden. Daarin ben je mooi. En dan gaat het met name voor het voornaamste om het medelijden met de kleine, de minst vermogende. Medelijden. Medelijden betekent niet dat je als een debiel moet gaan helpen. Medelijden is dat je het verdriet, de woede, de teleurstelling, de frictie, de verkramping van die ander ervaart. Dat je in zijn schoenen staat. Ook al heeft hij een kut. Of is het een neger.
Of een spleetarm. Of iemand met maar één been. Het gevoel wat je met een ander hebt, dat is anders dan het gevoel wat je met een ander hebt wanneer die ander een dier is. Dat hoort zo te zijn. Soort zoekt soort. En het hoort ook anders te zijn dan dat wij met planten, die ook een plant is een ander, hoe we daarmee omgaan. En zo is het ook met waardevolle kristallen. Dat is een ander. Een mooie steen, dat is een ander. Maar hoe we daarmee omgaan, dat is anders dan met een mens. En dat vertelt Jordan Peterson niet. Jordan Peterson vertelt ook niks over het Hebreeuws. En dat is schandelijk. Dat is onvergeeflijk modern. Als Jordan Peterson, en dat doet hij, hij sleept er mythes bij. De mythe van Peter Pan, bijvoorbeeld. Ja, wat is hij aan het doen? Hoe kan ik iets leren van Jordan Peterson als hij begint met uit te leggen hoe Peter Pan, en dat betekent Peter alles, vader alles. Snap je hem nog? En dat legt hij niet uit. Dat verhaal van Peter Pan, dat is diabolisch. Met Tinkerbell. Dat is diabolisch. Dat is duivels. Maar alles moet maar kunnen. En de Romeinen, het waren niet allemaal klootzakken. Er waren ook goede Romeinen. Paulus heeft een brief geschreven aan de goede Romeinen. En de goede Romeinen die hebben opgeschreven: ex falso sequitur quod libet. Uit het ongerijmde volgt wat je maar wil. Op zijn Nederlands. Dus, als Jordan Peterson een toespraak gaat houden op basis van een diabolisch sprookje van Peter Alles, Peter Pan, en Peter Pan, Peter Alles, vader Alles, dat heet in het christendom Christus Jezus. Hij is vader Alles. Hij was er aan het begin. Zal er zijn. Dat is Christus Jezus. En Peter Pan is een kapitein Haak. Dat is kleuterpraat. Dat is voor kleine meisjes. Niet bedoeld. Kleine meisjes moeten leren borduren. En zorgvuldig leren zijn. En schone kleren aan.
Kijk, als een jongen in de rondte loopt met vlekken, dat betekent dat hij aan het werk is. Als een meisje in de rondte loopt met vlekken op de kleren, dan is ze onzorgvuldig. Of ze is bezig met de jongens. Dan zit je even onder de vlekken, maar daarna niet meer. Hè? Terwijl die jongens die gaan in hun kleren met de vieze vlekken, gaan ze nog even naar de kroeg. En dan gaan al die mannen die gaan naar elkaar kijken, van hoeveel vieze vlekken heb jij? Zo zijn mannen. Die kijken naar elkaars werkkleding. En dat oordeelt, hè. Van, oh ja, jij bent zo'n pennenlikker. Nou, die bouwvakkers die nog eventjes een biertje drinken. En vrouwen zijn anders. Ze kunnen met mannen mee gaan doen, maar daar worden ze niet gelukkiger van. Ik ben blij dat ik geen vrouw ben. Ik had me geen raad geweten. Serieus, hè? Ik heb op bijna alle niveaus heb ik gewerkt, gearbeid, gerobotiseerd. En jawohl, commandant. Alleen maar. Ja, natuurlijk. Ja, ik zat er altijd om denken. Ja, nou, maar, dat is mijn leven. Dus ik weet het antwoord op de vraag. Dat weet jij hopelijk ook. Het antwoord is ja. En niet nee. En daar moet Jordan Peterson het over hebben. En een beetje geruststellend zijn. En dan is de grote vraag. Waarom kan je, mag je, zal je, in die zin dus, hè, zoals ik denk, hè, waarom kan je, mag je, zal je, moet je, is het, bliep, 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 dat je geborgen bent? En ik zeg je, dat is omdat dat zo moet. Omdat het kan. En het mocht. En daarom is het gebeurd. Die uitspraak van Christus Jezus, die vind ik geweldig. Dat is humor, hè? Zelfs al je haren zijn geteld. Dat heeft die geezer gezegd. Mijn vraag is, met een grote glimlach, hè? Waarom niet? Is dat onmogelijk? En hoeveel tijd heb jij nodig om mij dat te bewijzen? En wat is het probleem met te accepteren dat het stomweg zo is? En dan gaan je haren recht overeind staan. En dan weet je plotseling ook dat al je haren geteld zijn. Dat zou Jordan Peterson moeten vertellen. Ik ben een hele leuke. Ja, ik had voor de opvoeding van mijn dochter, heb ik offers gebracht. Bij elkaar 200.000 euro. En mijn punt is,
ik was verbaasd van de hoeveelheid geld en wat moet je ermee doen. Dus dat hop, weet je, van Adam sloeg Eva. Het gaat naar links, gaat naar rechts. Je krijgt het en hoppakee, het gaat weer weg. En ja, het was toch mijn geld niet. In die zin heb ik nooit iets verdiend. Zo is het leven. Dat is ook jouw leven. Je schommelt heen en weer, dus plus en min. Je krijgt het en je geeft het weer weg. Zo'n grappige van Christus, ik denk er maar even door. Het gaat om de humor, niet om de seriositeit. Er is niks om je zorgen over te maken. Als je beseft hoe weinig je hebt. Dat is de kunst. Veel mensen die zijn bla, dat zijn blowfishes of zo. Ja. De hele tijd bang. Die denken dat ze meer moeten zijn, want anders worden ze aangevallen. Dat moet je helemaal niet zijn. Aangevallen door wie? Er is zo'n gebruik geweest, een ritueel. Dan gingen er van die mannen en die hadden al een paar biertjes op. Die hadden ook seks gehad en zo. En allemaal snollen erbij. En dan gaan die mannen op het podium staan. En dan lekker, ook drugs. En dan gaan we even rachen. Buiten de reguliere media om. Je hebt die katholiek georganiseerde, de universele media. En die hebben ook best geinige muziek. En je hebt die ongeorganiseerde bendes. En als dan het publiek helemaal heet werd, dan werd het publiek zo heet dat iemand het durfde om op het podium te klimmen, wat helemaal niet mocht, en zich dan achterover te werpen. Ja. Gek, hè? Ja, ik zou dat nooit doen. Van mijn leven. Ja, ik heb een bril. En dan snap je dan wat mensen willen? Nee, ik wel. Dus als ik dus een bedrijf zou beginnen, hè? Dan de advertenties en zo, en nou kom er even langs en iemand zegt, ik was zo'n crowdsurfer, dat deed ik. Ja, dat was, En dat ik dan ook even vraag, van, ben je ooit op de grond gepletterd? Dat die zei van, nee, maar er is wel eens iemand op de... Ja, dat ging wel een keer fout, ja. Dat heb ik wel gezien. En dan wil ik ze mobiele nummer en dan gaan we zaken doen. Iets waar Jordan Peterson het ook niet over heeft, is dat het universele geloof, hè, daar gaat het allemaal om. Dus er kan pas een wereldregering komen als er een universeel geloof is. Dat moet boven de regering komen te staan. Er moet één basisgedachte zijn. Daar gaat het om. En die lui van die globalisten, die katholieken, die zeggen dan de godin, dat is de top. Dus het is niet God, het is godin.
die er boven staat. Een vrouw. Vrouwen zijn de baas. Daar heeft hij het niet over. En met dat Mohammedaanse geloof, daar spreekt hij ook niet over. Wat daaraan waarheid in zit. Zijn eigen dochter ziet eruit als een hoer. Maar ik zou dat mijn dochter... Dat mijn dochter niet... mijn dochter heeft er echt wel iets meer textiel aan dan dat. Ik weet nog dat mijn dochter binnenkwam in mijn woning. Was ze 13? Ik zei, hey. En dat was warm weer, hè. Wat zie jij eruit? Ja, het is warm weer. Ja, zonder best. En dat was leuk toen je 8 jaar was. Dan was dat geen probleem. Maar je bent nou 13. En dan is dat afgelopen. Ik wil dat niet zien. Ik wil dat niet. Ik vind het niet nodig. Ik ben best bereid om met mijn dochter naar de sauna te gaan. Ja, waarom niet? Ik kan toch ook zedig naar de sauna gaan, is dat nou? En mijn dochter houdt daar dan weer niet van. Maar ik wil ook niet met mijn dochter naar de sauna. Ik zou dus willen dat mijn dochter naar de sauna gaat. Omdat het lekker voor je lichaam. Een andere manier om naar het leven te kijken. Heel rustig naar het leven te kijken. En dat je weet dat die virussen, die zijn lekker bezig. Opruimen van die oude luifjes, die kosten alleen maar geld. Het droeve verhaal is dat die oude luifjes niet overleden zijn aan de virussen, maar aan de schrik. Ze hebben die oude luifjes, die roepen ze boe, boe, boe. En dan gaan ze dood van schrik. En dan worden ze eerder gaan ze een sample uittrekken. Ja, er was er weer een van het virus. Nou, weer een virus doden. Oh, nog meer schrik. Ze lopen ons regelrecht te vermoorden. De oudjes eerst. Dat zegt Jordan Peterson niet, hè? Nee. Terwijl, het is een grap. Serieus. Het is om je te bescheuren. Wij zijn allemaal toegestroomd en iedereen wil naar onderwijs. Maar iedereen wil onderwijs met een bepaalde stroming. Ja, ik wil cultuuronderwijs, ik wil sportonderwijs. En iedereen vergeet te leren. Want wat stond er ook alweer? Ooit opgeschreven door de ouden. Wat stond er? Huh? Je kan deze wereld wel binnen. Ja, nee, maar ik wil onderwijs. Ik wil onderwijs. Oh, ik wil onderwijs. Ja, nee. En wat kost het? Wat hebben de ouden geschreven? Ze hebben het geschreven, de Veda's, de I Ching, Confucius,
dat dun werkje van Lao Tse moet je noemen. En wat nog meer? Qua. Wat? Harry Potter? Dat telt niet mee. In deze categorie. Weet je nog een ander voorbeeld? De Babylonische huppeltjepupgeschriften. Want wij hebben ook zo'n soort verhaal. Of die overname die dezelfde gozers hebben gedaan in Scandinavië. Volksgeloven oppompen. Want dat is wat ze doen. Hè? En daar heeft Jordan Peterson het niet over. Dus, er zijn, je moet in principe... Even heel grappig. Ik ben wel grappig. Jij moet lid worden van het meest geheime genootschap. En dat genootschap heeft niet eens een ledenlijst. Dus als je werkelijk in mij gelooft, dan moet je stiekem naar me kijken zonder te abonneren. Want jij snapt het ook wel, dat als je maar vaak genoeg kijkt naar mijn uitzendingen, hoef je helemaal niet te abonneren. Kan ook niemand weten, ding is, het staat gewoon in je voorkeuren. Gewoon niet abonneren. Dat ook niemand weet. Dat ik altijd kan zeggen, ja, dat was ik niet. Dat je ook wisselt van plek. En dat ik ook helemaal geen abonnees heb. Nee. Dat is het allerbeste. Ja, laat je hart kloppen. Want dat waar het om gaat, dat is niks. Op zijn Grieks gezegd. N-I-X of zo. Formeel gesproken. Dus... Wij moeten heel, heel voorzichtig zijn. Want dat gaat om niks. En waar is niks? En waar gaat dat over? Zo voorzichtig moeten wij zijn. Totdat je weet waar het over gaat... En dan doe je iets. En dat iets, dat doe je uit dankbaarheid dat jou is gevraagd om iets te doen. Zodat jij godverzakkes een keertje... Wat voorstaat. En wanneer dat is, dat maakt niet uit. Want sommige kippen moeten langer in de oven. Het eerste boek van de Koran, dat heet De Koe. En dat sommige kippen langer in de oven moeten... is een waarheid. Als een koe. En als je mij goed begrijpt... en je moet een beetje grinniken... dan begrijp jij Matthäus 20. Velen zijn geroepen... en weinigen... uitverkoren... om te lachen. Om blij te zijn. En dankbaar te zijn. En de wereld valt niet te verbeteren. Er is een voorspelling gedaan dat er een
dat er een tijd aankomt van grote stilte. En alles wordt eerlijk. En dan komt Satan weer los. Ik denk dat die voorspelling klopt. Dat ik het even weet. Maar we zijn er nog niet. Aan de tijd van vrede. Helemaal niet. Iedereen is idioot. Iedereen lult maar wat. En dat maakt niet uit. Niet voor ons. Zolang iedereen nog maar uit zijn nek lult. Iedereen brult maar wat. In die tijd hebben wij niks anders te doen dan ons druk te maken om niks. Om het kleine. Wat komt? En dat kleine, dat zit overal. Het enige wat je hoeft te doen, is erop te letten. Als jij te haastig bent, dan zie je het niet. En dan beland je in de afvalbak. Dat is ook een soort van leven. Ik ben afval. Dat kan ook. In principe is dat de basisstof. Dat is afval. Ja, dat kan ook. Het is in principe geen probleem. Echt niet. Ik heb planten hier in huis en die hebben ook afvallige bladeren. Die gaan lekker in de grond. Ik gooi geen organisch afval weg, hoor. Dan gaat het allemaal lekker in de grond, een beetje water erbij. Hoppakee, dan moet alles weer opnieuw. En zo is het. Een spirituele oefening die ik je mee wil geven. Gelijk Jordan B. Peterson iets wil. En dan geef ik jou een spirituele oefening mee. Kijk naar die film Leon. Dat is een katholieke kutfilm. Dat maakt niet uit. Het gaat om die plant. Zo zorg je voor een plant. Plantverzorging, daar gaat die hele film over. Het gaat alleen maar over het verzorgen van die plant. Hoe wordt er omgegaan met die plant? Nou, zo ga jij om met een plant, net als Leon. Maar dan met die, snap je de grap? Doe dat, ik bedoel het letterlijk. Doe dat. En zo moeilijk is dat niet. Wat is dat nou? En je kan ook een plant laten groeien in Nederland en die eet je op. Maar laat een plant eens groeien. En bedenk dan dat jij een cel bent in zo'n plant. En dat die plant de mensheid is. En dat jij erin zit. En voel jezelf geborgen. Ook al val je af. Dat is niet erg. Het valt weer terug. Het komt in de wortels en komt weer omhoog.
En wees niet verdwaasd. Doe geen stoute dingen. Niet schreeuwen tegen andere mensen. Bedeesten. Niet te eigenwijs doen. Follow the rules. Stick to the rules. Hou de regels in de gaten. Raadpleeg het internet. En weet precies hoe je met het openbaar vervoer moet reizen. Heb je mondkapje op. Het maakt ons niet uit. Heb je een mondkapje? Wat is dat voor gezeur? Ik heb helemaal geen last gehad van mondkapjes. Ja, een beslagen bril bij de Albert Heijn. Kon ik de prijzen niet lezen. Nee, nou, dan koop ik het ook niet. Het gaat niet erom dat je brutaal bent. Het gaat erom dat je brutaal overkomt. Dat is het scherpe schaatsen. Dat is wat Friedrich Nietzsche bedoelde met gevaarlijk leven. En dat moet je. En Jordan B. Peterson die gebruikt dan Peter Pan, de mythe van Peter Pan. Dat is, waarom praat je tegen mensen in kleutertaal? Terwijl iedereen kan begrijpen wat Friedrich Nietzsche bedoelde. Ga nou niet tegen mij lopen zeiken. Ja, maar Adolf Hitler hield ook van Friedrich Nietzsche. En jij ook. Dus dan ben je Adolf Hitler. Dan ben je geestesziek als je zo denkt. Hartstikke fijn. Echt reuze bedankt voor het luisteren. Over Jordan B. Peterson. En ik hoop dat deze uitzending ook in het Engels komt. Als reactie op hem. Op een dag. Doei.